Goedemorgen op deze vroege zondag 23 april. We wachten op een taxi, chic, om naar het kasteel te gaan. En dan gaan we naar de uitwedstrijd van Twente tegen Sparta. Metrostation Koolhaven. Zon tegen. Nou, we gaan op weg. Kijk, daar komen ze al. Rood-wit gaat nooit verloren en jaren nog hierna zullen wij laten horen. SP, AR, TA. Zullen wij laten horen. SP, AR, TA. Deze vlag zij is ons heilig geweest vele jaren lang. Bij Rood-wit zijn wij veilig, zijn wij voor niemand bang. Wij zweren bij die kleuren en zingen hoe dat gaat. Bij wat er ook gebeuren, SP-ARTA. Bij wat er ook gebeuren, SP-ARTA. Nou, het lied was mooier dan de omgeving hier.
Jongens, dit is toch wel weer heel erg. Loop je weet ik hoeveel trappen op, zitten we achter een net. Achter een net en dan nog hoog. Dat is toch niet normaal dit. Achter zo'n net, dat was de vorige keer dat ik hier was nog niet. De helft van Krooi. Eerthuizen is mee naar voren, niet voor dit werk. Krijgt wel die ballen bij een medespeler. Verschuren. Tweede paal, doelpunt! Ja! Daar is die! En ik sta daar op de eerste rij met een witte jas. En je ziet me zwaaien met mijn sjaal. Ja, daar beneden. Daar. Voor het doel kan komen, maar het lukt deze Arno Verschuren. Kijk naar links, onder. Sterke speler dit seizoen in de Eredivisie wel. En dan bij de tweede paal is Lauritsen niet af te stoppen. Ja, prachtig gedaan. Hij is een uitstekende kopper. Ja, onze luchtmacht. Dit seizoen. En zijn vijfde met het hoofd. Zo. Dus hebben we twee keepers die dus best wel vaak een clean sheet hebben dit seizoen. Ja, maar vandaag niet. En het wordt zinderend, jongens. Dat bij de teams ook zo goed zijn. Oh, jammer. Prachtige uitbraak. Ja, zeker. Die ze nog een keer gaan doen met Verschuren. Omdat de Brunet hier staat te slapen. Opletten, jongens. Kijk. Draait hem weer goed in. Eerthuizen. Ja! 2-1 voor Sparta. Door Lauritsen. En weer een spelervatting. Ze stichten er zoveel gevaar mee vandaag ook weer Sparta. En Eerthuizen en Lauritsen. Hij deed het in een reflex, zei hij. Dan zie je hem gaan, hè, nummer 9. Huppakee. Boom. Thank you.
Dit is helemaal aan mij voorbij gegaan vanaf de overkant. Ja, dit zou dan ludiek zijn en dan mag het allemaal maar. Maar kijk eens, er ligt toch ook weer een beker op het veld. En die scheidsrechter doet niks. En moet je straks in de 90ste minuut kijken wat er gebeurt. Officieel moeten we nu dus tijdelijk staken. Ja. Dat zijn de regels. Dan kunnen we hier een oogje dichtknijpen. Moet je eens opletten nu. Kijk. Lauritsen, randje buitenspel vertrokken, onderstel uit positie. Dit is nu nummer 3, met een vraagteken. Oh jongens, als dit trouwens door was gegaan, hè, vanuit Sparta oogpunt. En dit wordt ook gemonteerd door een Spartaanse. Voor het vertrouwen van de doelman niet lekker. VAR. Buitenspel. Nou ja. Ja, jongens, inmiddels staan we van 1, 2, 3, 2 achter. En dan zitten we in de slotfase. Vrije trap voor Sparta op een interessante plek. Zeer interessant. Vito van Krooi kan hem zo erin schieten, hoor. Weet je nog, toen tegen AZ? Kom op, Vito! 10 doelpunten op zijn naam heeft staan. Oh! Sambo! En dan wordt er natuurlijk van alles op het veld gegooid. Ja. Hij doet toch niks, hij salueert alleen omdat hij wordt bekogeld. En dan krijgt hij een gele kaart, belachelijk gewoon. Belachelijk! Ja, nou. Zijn tweede geel is rood. Ja. Dus een doelpunt, een tweede geel voor uitdagen en dus van het veld af. Niet uitdagen, hij reageert op het bier gooien. Misschien niet zo verstandig, maar die jongen is nog jong, hè. Van Krooi met die geweldige vrije trap, onderkant land, via de hij had gewoon naar ons toe moeten lopen. Die de bal van dichtbij in het doel schiet. Nu is het overduidelijk te zien dat er heel wat bier wordt gegooid op het veld in. En ja, moet je eens kijken. Ja, dan moet je staken. Hij doet alleen salueren. Dat is natuurlijk ook dom van hem. Maar zo zie je maar weer hoe ingewikkeld het allemaal is. Ah. Sluit nou eens op! En dan komen er hele hete slotminuten. Ik film verder niet meer. En dit is helemaal erg. Oh, 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 echt suf. Ja, daar heeft hij zijn excuses voor aangeboden. Hij dacht namelijk dat de bal uit was. Maar hij mag daar helemaal niet staan, joh, die van Rijsdijk. Wat doet hij daar toch? Nee, is niet goed. Dit is echt beschamend voor Sparta. Sluiten! 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 Hoe laat is het een schot zijn? Thank you.
eerste instantie wil ik gewoon naar de kamer om een celebration vieren. En ik zie dat hun eigenlijk bier beginnen te gooien. Dus daarna richt ik zeg maar mijn emoties op hun, wat misschien niet goed is. Maar ja, als je de wedstrijd gisteren nogmaals hebt gezien, gaan we wel naar binnen. En nu krijg ik mijn tweede gele kaart, dan moet ik eraf. Weet je, ik vind het Twente publiek waanzinnig, altijd een feestje. Maar als er niks op het veld mag gegooid worden, dan begint het al met ballen. Nou, of het nou ludiek is of niet, dan wordt dat geaccepteerd. En daarna scoren wij, ja, worden mijn spelers onder het bier gegooid. En mijn speler Sambo, die juicht gewoon naar de camera. Dus jij vindt eigenlijk gewoon dat er gestaakt had moeten worden als je de regels die we hebben nou eenmaal erop nahoudt? Maar toch wel, dat is toch de afspraak. Gisteren is een wedstrijd gestaakt en nu wordt het omgedraaid. En wordt mijn speler van het veld gestuurd, omdat hij juicht met een doelpunt. Nou, zeg het maar.